in De Schatkamer van Drenthe. Reportages en achtergronden in TV Drenthe Sport. Opmerkelijke verhalen uit alle provincies in RegioNet. En weetjes en aardigheidjes over de Drentse taal in Jasbuurs vol Drents. Maar nu eerst Drenthe Nu. RTV Drenthe. Politie bij verkeerde supermarkt na overvalmelding. Oorlogsmonument in het centrum van Westerbork vernield. En voor het eerst rundvee met Smallenbergvirus ontdekt. Heel goedenavond. De politie heeft vrijdag geblunderd bij een gewapende overval op een supermarkt in Schonebeek. Want in plaats van naar Schonebeek werden agenten naar Schoonoord gestuurd. Nou, die fout is waarschijnlijk ontstaan in de meldkamer in Drachten. Al met al leverde dat een vertraging van ongeveer 10 minuten op. Vrijdagavond werd de supermarkt hier in Schonebeek overvallen. Maar de meldkamer stuurt de politie naar de C1000 hier in Schoonoord. Het was wel even schrikken natuurlijk, want je verwacht niet dat er een politieagent om de bocht komt. Op de bewakingsbeelden van de winkel in Schoonoord is te zien hoe de agenten aankomen. Tom Hoving stond na het werk met zijn collega's buiten te praten. En zo neem ik twee politieagenten komen om de bocht met een hand op pistool. En zo'n zaklamp in de ogen schijnen, want het was donker. Dat was wel schrikken. En, ze rennen voorbij, de hele C1000 was omsingeld. En de derde persoon die net kwam naar ons toe van... hebben jullie iets mee te maken, want er is een gewapende overval binnen? Ik zeg, nou, voor ons niet. Ik liet C1000 shirt zien, zeg maar, dat er de werkende personeel waren. Ja, en toen, een soortje later, stonden ze nog een beetje te kijken. En kijken hoe ze naar binnen konden. En dan riep een man vanuit de auto van... We moeten in Schonebeek zijn, niet in Schoonoord. Dus binnen 5 seconden waren ze allemaal ook weer weg. En waren ze met sirenes richting Schonebeek gereden. De laatste beelden laten zien dat de agenten zich terughaasten naar hun auto's... als ze merken dat ze verkeerd zijn. Volgens de politie is het veroorzaakt door een samenloop der omstandigheden. De melder die belt met de melding en noemt het adres. En vervolgens wordt Schoonoord genoteerd. En daarna wordt ook onder andere nog een keer gevraagd of het adres... of het om Schoonoord gaat. De melder geeft aan dat het ja... Dus wij hebben onze eenheden naar Schoonoord gestuurd. Meerdere mensen hebben vrijdagavond 112 gebeld. De politie ontdekt de fout pas als de eigenaar van de C1000 in Schonebeek het overvalalarm in werking stelt. Nadat de criminelen zijn vertrokken. Dan duurt het nog 10 minuten voor de agenten bij de goede supermarkt zijn. De supermarkteigenaar mocht van de politie niet voor onze camera reageren. Wel hoorde ik dat dit niet de enige fout is van de politie. Ze hebben ook de verkeerde auto op Twitter gezet. En zo werd het de overvallers wel erg gemakkelijk gemaakt om er met de buit van 15.000 euro vandoor te gaan. Ook de eigenaar van deze C1000 mocht van hoger hand niet voor onze camera reageren. Hij vertelde mij dat hij via via had gehoord dat de politie wel vaker fouten maakt tussen Schoonoord en Schonebeek. De politie weet niets van andere vergissingen en verandert daarom de huidige procedure niet. Dus zijn deze beelden hopelijk een incident. Het oorlogsmonument in het centrum van Westerbork is...